heb eigenlijk dat een keertje gewoon bedacht met een vriend van mij. Je moet dus eigenlijk gewoon achter je laptop gaan zitten. Beetje cool doen, beetje zingen in de microfoon. En even uit beeld gaan stappen. Mm-hmm. En dan zit je dus in één keer in een paradijs met in een aquarium of in een achtbaan. En dan gewoon je partijtje inspelen. Daarvan hebben we wat misschien met de band een kwartiertje werk eraan gehad. Gewoon allemaal een paar tekens opgenomen. Ja. Toen doorgestuurd allemaal naar een vriend van mij, die heeft het allemaal gemonteerd. En explosies en dinosaurussen en zo, weet je wel. As you do. Beetje toegevoegd. Ja, we zijn dus eigenlijk vanaf april of zo een beetje gaan schrijven. Toen hadden we deze formatie bij elkaar. En ja, toen dachten we op een gegeven moment, die zouden op zich wel misschien een EP op kunnen gaan nemen. Toen had ik meegedaan aan zo'n wedstrijd van Bakshop, dat we konden op gaan nemen bij Red Bull Studio. Al iets van 150 aanmeldingen of zoiets. Maar ik had ook gewoon echt een zwaar gelikte, vieze mail gestuurd. Weet je, dat het gewoon undeniable was dat wij hem zouden gaan winnen. En we wonnen hem. We hadden echt van die kutopnames erbij, weet je wel. Maar van ja, maar we hebben dus kutopnames omdat we het dus echt nodig hebben. We hebben het echt nodig. Weet je, en dan gewoon echt zo'n hele lijst met argumentatie dingetjes en zo. Dus ja, dan hadden we gewonnen. En twee weken later moesten we in de studio staan. Op dit moment gaat het gewoon best lekker en krijgen wij aandacht van mensen waarvan ik totaal niet had verwacht, zeg maar, nu al aandacht van te krijgen. Ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe die EP ontvangen wordt. En ik wil gewoon lekker spelen eigenlijk. En ik wil dat er mensen naar mijn optreden komen die wij te gek vinden. Of die ons te gek vinden. Die de liedjes meezingen. En ik wil dat bands mij gaan coveren. Dat lijkt me fantastisch. Als jij zelf gecoverd wordt, dat vind ik echt een soort van. Als je zo groot bent dat mensen jou willen coveren, dat vind ik echt lekker. Ja, en Paradiso, grote zaal, dat is ook wel lekker. Ja, donderdag EP-release bij Club 312 dus. Dag daarna Winston Kingdom in Amsterdam. Dag daarna Vera in Groningen. Koninginnennacht, Mariaplaats. We staan ook nog in Tilburg, we staan nog in Den Haag, we staan op Le Mini Hoe,